ga mezelf even opnemen. Een klein stukje van mijn eigen stem. En dat laatste stukje van die opname ga ik herhalen. 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 Aan dat trucje kon de Fairlight sampler en alle samplers die daarna kwamen dus heel erg goed. Begin jaren 80 werd het echt een gigantische trend. Chaka Khan. Chaka Khan. Chaka Khan. Chaka Khan. Dat herhalen. Duran Duran gebruikte het en Eurythmics. Nou, sterker nog, die hebben het echt maximaal gebruikt in die tijd. Tweede voorbeeld. Ik ga een nummer opnemen van Funk Inc. Cool is Back. En die ga ik aanpassen in toonhoogte. Let op wat er gebeurt. Dat laatste stukje. Als ik daar nou eens een melodie mee ga spelen. Ja, dat is van deze natuurlijk.